Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vrij veel wolken nog steeds over Nederland. Er zitten hoge sluierwolken tussen, maar er zitten ook wat laag hangende bewolking bij. En uit die laag hangende bewolking kan vooral in Limburg nog wat lichte regen of motregen vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar af en toe spettert het wat. En in de ochtend hebben we dus op veel plaatsen nog wel de bewolking. Een graad of 7 is het, vanmiddag wordt het een graad of 9. Met in het westen van het land de grootste kans op een enkele opklaring. Nog wat gespetter in het zuidoosten en misschien een plaatselijke bui op andere plaatsen. Wind is over het algemeen matig uit het zuidwesten en neemt in de loop van de dag wat af. Vanavond winnen de opklaringen iets aan terrein. Dan gaan we naar morgen en dan zien we een dag met wat meer zonneschijn, maar ook weer niet overdreven. Een enkele bui in de kustprovincies, vaak dus nog wolken en die wolken zijn het meest hardnekkig in het oosten en zuidoosten van het land. Matige wind uit het zuidwesten en het wordt 8 graden. De temperatuur ligt zaterdag nog een graadje lager. Met in de nacht na zaterdag mogelijk het minima in de buurt van het vriespunt. Maar de dagen daarna loopt het kwik gewoon weer op: zondag en maandag is het 10 graden. Zaterdag nog een klein beetje zon, zondag weer vrij veel bewolking. En vanaf dat moment wordt het ook wat wisselvalliger. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.